In het kader van de verdere professionalisering en uitdieping van en dan wel versterking van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Nederland, heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie een werkbezoek gebracht aan verschillende actoren in Nederland. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse actoren op het stuk van Justitie en Politie. Gedurende deze gesprekken zijn er mogelijkheden geëxploreerd over de verdere samenwerking tussen beide politiekorpsen op het niveau van capaciteitsversterking, met een focus op specialistische politiezorg, als ook het optimaliseren van de bedrijfsvoering en human resource management van het KPS. Binnen het Makandra-project zijn er 4 leergangen in concept gereed die dit jaar nog van start zullen gaan, waaronder financieel rechercheren, recherchevaardigheden en forensische opsporing, buurtmanagement en de inspecteursopleiding.